Kijk hoe erg. Je hebt het niet eens gezien, hè? Ik ga je daar niet los op. Je moet ook echt stevig. Is serieus lekker, mensen. Ik raad hem nu al aan. Vind je niet? Dat is wel echt raar, man. Was alles rood, zou er dan dus gewoon door de borstvoeding kunnen komen? Kun je iemand meer vertellen over jouw zusje en de beperking en hoe jullie met elkaar omgaan en hoe het is samen? Kunnen jullie elke dag samen in bad spelen met alle speeltjes? Sinds wanneer heb je nou de sleutel? Volgende week. Dadelijk gaat zijn arm uit de kom. Als hij de verkeerde kant op rolde. Die ballon. Goedemorgen allemaal. Deze die begint nou pas op zijn eind te raken. Dit was bij de intocht. Hadden we deze gehaald. Van Sinterklaas. Nou, dat is natuurlijk echt al... 3 weken? 3 weken. Dat was 14 november. Ja, dat is een maand geleden. Ja, wow. Bijna. Zoiets. Maar nou begint hij zo zijn eigen gang te gaan. Hé, hey, hij gaat die kant op. Dus straks ging hij ineens zo zakken naar de hondjesmand. Ze schrokken zich een hoedje. Waar is Jimmy eigenlijk? Buiten spelen. Buiten spelen. Oh ja, voor mij. Heb ik gezien. Oh, je bent hier lekker. Oh, en een rommeltje aan het maken. Oh, oké. Maak er maar iets moois van dan. Vandaag is het zaterdag en we zitten te denken wat we gaan doen eigenlijk. Want vandaag gaat mijn zusje ook overhuizen. Die heeft een nieuw appartementje gekregen. Mijn zusje woont begeleid. Zij heeft een verstandelijke beperking en zij woont op een woongroep. Maar zij gaat nu naar een appartementje wat wel gekoppeld is aan die woongroep. Aan de overkant van de straat. Maar dan voor haar is het wel echt nog een stapje richting meer zelfstandigheid. Dus daar is ze heel erg blij mee. En vandaag is de dag dat ze gaat overhuizen. Dus gaan ze allemaal van alles doen daar. Misschien dat we er wel even langs kunnen. Even kijken of dat uitkomt vandaag. En ik weet ook nog niet of dat Thijs nodig is om daar te helpen. Dus dan gaat hij dadelijk even vragen. Maar als hij daar gaat helpen, dan gaan we daar sowieso wel eventjes naartoe. Dan zal ik het ook aan jullie laten zien. Ga je mij helpen met de ananas? Oh. Deze appen. Deze nog appen. Moeten we die in? Ik heb die taart. Oké, ga je mij helpen met de ananas snijden? Kijken waar ik die snijder heb gelaten. Die heb ik deze verbouwing nog niet nodig gehad. Kijk. Deze. Kijk eens, Jimmy. Kijk eens deze. Hallo, kijk eens naar mama. Ja, daar moet je een ananas mee snijden. Ik wil dat doen. Wil jij dat doen? Even snijden. Ga je mij helpen? Even snijden. Ja, je moet hem eerst open snijden. Even snijden. Buikpijn, mensen. En dan gaan we hem daarna draaien met dat ding. Eerst gaan we met dit heel scherpe, gevaarlijke mes. Dat mag je doen. Jij mag dat doen, ja. Nou, deze doen we even niet, want die doet mama. Ja. Mama. Eerst de bovenkant eraf. Kijk. Ja. Dan doen we het gevaarlijke mes heel ver weg. Mooi, hè? Dat is de bovenkant van de ananas. Dan moet je die zo erin zetten. Even goed kijken dat hij een beetje in het midden is. Zo. En dan moeten we hieraan gaan draaien. Eén kant op. En dan krijg je ananas schijfjes. Of gaan afdraaien. Het is een beetje een scheve ananas. Of ik heb scheef gesneden. Dat kan natuurlijk ook. Dus ik hoop niet dat hij dadelijk ergens eruit komt. Er zit ook veel sap in. Dat is ook wel lekker om een smoothie van te maken. Ik voel nou een beetje weerstand. Dus dan denk ik dat we aan het einde zijn. Dan gaan we hem maar uithalen. Komt hij, hè? Hoppa, daar is de ananas. En kijk, zie je wat we gemaakt hebben? Dat ziet er gek uit, hè? Nog aangekomen. Ja, die binnenkant, dat is niet zo lekker, want dat is heel hard.
Dan moet je eten als je wil dat je gaat bevallen. Maar niet bij mama, want bij mama werkte dat niet. Ik heb het zelfs gedaan, mensen. Ananas hard eten. Dat is een van de dingen die ze zeggen dat het kan helpen om bevalling op te wekken. Maar er zit een of ander stofje in. Wil je proeven? Kijk eens. Is die lekker? Lekker? Gaan we die in een bakje doen dan? Ik ook. Ja. Gaan we die samen opeten. En kijk, hier zit heel veel lekkere sap in. Dat kunnen we ook wel in een glaasje doen, hè? Even handjes wassen. Wel lekker, hè? Ja. En trots, hè? Ik kan toch nog rollen. Ja, je kan dat goed, man. Doe nog eens met je hoofd. Dat vind jij dan weer mooi, hè? Wow. Jimmy, het is tijd voor je middagslaapje. Dan kunnen we onderhand kleren aandoen en gaan kijken bij tante Pleunie. Trommelen. Trommelen? Trommelen. Kan dat ook daarmee? Die is gelokt. Moet je even de creditcard aan mama vragen, dan kun je dat kopen. Ik kan trommelen. Ja, maar schatje, wij hebben een iTunes ding nodig en die hebben we niet. Jij hebt wel trommelen. We gaan even een slaapje doen en dan gaan we daarna naar tante Pleunie's nieuwe huisje kijken. Oké, dit is echt te erg. We hebben sokken gekocht laatst bij... Wat was het? Action, toch? Of, wat was het van Action, toch? Schat? Die sokken zijn van de Action, toch? Ja, maar die zijn wel bamboe. Ja, bamboe sokken. Dus ze waren super lekker zacht en wij dachten helemaal, oh fijn. Blijven nee, blijf, blijf liggen zoals je lag. Ik wil het laten zien. Kijk hoe erg... Je hebt het niet eens gezien, hè? Nee. Duw, check hoe erg die ze nu aan de onderkant zijn. Ik ga het zien, anders scherm. Ik ga het laten zien. Want het is gewoon eerst begonnen zo met één gaatje. Ik ben onder mijn voeten kijken. Wow. Eerst begon het met één gaatje en toen daarna nog en dat de andere sokken ook gebeurden. En nu zijn alle sokken gewoon, ja, hoe lang hebben we ze? 2 maanden of zo en ze zijn er allemaal klaar, dus die moet je niet kopen. Charlietje heeft gisteren weer een keertje een fles met kunstvoeding gegeven om 11 uur, gekregen om 11 uur. En toch weer om 2 uur gewoon wakker geworden. Maar hij had gisteren overdag niet zoveel gedronken, dus dan vond ik het wel een fijn idee dat hij... Hij heeft echt veel gedronken van die fles. Gewoon, ja, echt 160 of zo wat er dan in zat. Dat was echt niet normaal gewoon. Ik dacht, nou, dat ging gewoon helemaal op. En ik kwam eventjes zijn ding uit zijn buik en zo laten zien. Want nu heeft hij dus niet meer dat hele vurige, rare uitslag. Dus ik denk toch niet dat hij een reactie heeft op koemelk. Maar hij heeft wel heel erg eczeem gekregen. Ik probeer het even te laten zien, want het is lastig als hij zoveel beweegt. Maar je ziet echt, ik probeer het, nou dat lukt niet Charlie, hij stelt niet scherp. Maar je ziet gewoon hier echt wel, hele ruwe huid heeft hij ook. Hij zit helemaal onder eigenlijk. Dus ja, of het hem zit in de wasmiddel zijn we nou aan het testen, want we zijn nou met neutraal aan het wassen. Maar ik heb ook altijd heel erg gehad vroeger. Dus misschien dat hij mijn huid wel echt heeft, Charlietje. Even lekker aankleden. Je bent er ook wel heel verkouden in. Je kunt zo van de onderkant ook nog steeds goed zien dat hij wel echt die punt zo heeft. Een beetje een punthoofdje. Ik ben wel benieuwd hoe dat later is, dat dat blijft. Die ophoging, zeg maar. Niet aan mijn camera trekken, laat me los. Laat los. Liefie. Maar om nog even over die uitslag die hij dus had. Hij was helemaal vurig rood. Op zijn buik, zijn armen tot hier en zo in zijn nek. En ik dacht dat dat dan of kwam door die koemelk, of ja, kunstvoeding die hij had gekregen. Of omdat hij een nieuwe romper aan had gekregen. Die niet gewassen was, maar wel van Jimmy was geweest, dus tweedehands, maar lang in een tas had gezeten. En die had ik niet meer gewassen voordat ik hem aan had gegeven. Nou heb ik hem uit diezelfde tas gisteren een romper aangegeven en daar heeft hij dus niet op gereageerd. Dus toen dacht ik, nou dan zit het hem niet in die
romper zou het dan in de koemelk zitten. Nou heeft hij dus ook vandaag niet die uitslag. Dus denk ik, dan zit het dus ook niet in die koemelk. En toen zat ik ineens te denken, ik heb hem die avond ook een keer echt een flink melkbadje gegeven. Omdat hij dus zo'n droge huid heeft. En ik nog heel veel in de koelkast had staan die ik niet meer kon gebruiken. Omdat hij het na 4 dagen al niet meer drinkt. En toen ik het erin gooide, ietsje later, rook het ineens heel zuurig. Dus zou het natuurlijk ook kunnen dat hij gewoon, wat misschien nog wel logischer klinkt, omdat het echt zo ook tot hier was en gewoon precies waar hij mee in het water heeft gelegen, was alles rood. Zou er dan dus gewoon door de borstvoeding kunnen komen? Helemaal uitslag, helemaal vuurrood. Van zure melk dan. Dus dat zal het dan misschien wel geweest zijn. Hij gaat steeds meer zelf spelen, uit zichzelf, zonder dat hij ons nodig heeft. Wat heb je er toch weer een bende van gemaakt? Ja, heel goed van jou. Maar dit is weer een beetje jammer. Als je dan iets met iets speelt en je ruimt het daarna weer op, dan blijft het een beetje netjes hier. Ja, vind je dit netjes? Ja. Echt? Nou, dat belooft wat dan voor later voor jouw slaapkamer. Een brandweerauto, ja. Vind het wel heel fijn dat jij hier gewoon lekker aan het spelen bent. En het mag ook gewoon een rommeltje zijn in de speelkamer. Maar dat is een klem. Een flamingo klem. Ja, hier is het dus. En dan heeft Pleun hier boven een appartementje. Hey, hi. En nu woont ze nog daar. We dachten we gaan ook even kijken en dan kun je het laten zien. Ja. Ze is nu nog volop bezig, dus nog, ze woont er nog niet. Even Charlie pakken trouwens. Sinds wanneer heb je nou de sleutel? Vorige week. Oké, dus dit is de ingang. Dit is ook de eerste keer dat ik er ben, mensen. Dus. Oké, dus jij moet dan de trap op. Ja. Dus dit is ook niet van jou? Ik deed de lamp uit. Jij moet 2 trappen op. Ja, dat weet je. Dat was het enige nadeel, hè? En dan wel een eigen sleutel, dan ook van deze. Dat is wel fijn. Oh, dat is wel een stukje groter hoor. Keukentje erbij. En is hier. Oh, kijk nou, allemaal deuren. Een badkamertje. Netjes. En een slaapkamer. Wauw, dan heb je gewoon een hele aparte slaapkamer, hé. Hey, en die is ook groot. Wauw. Dat is wel een vooruitgang. Want nu heeft Pleunie een studiootje met wel een grote badkamer. Ja, daar ben je nog wel blij mee, hè, met een eigen keuken. Oh, leuk Pleun. Ja. En dan kijk hier. Oh nee, dit is niet. Oh nee, dat, daar is jouw oude. Ja, daar. Daar, ja, ja. Dit is het nieuwe huisje van tante Pleunie. En waar kijk ik hier niet? Mooi hier. Niet. Hier gaat ze straks wonen. Ze woont er nou nog niet, maar hier gaat ze straks wonen. Kom maar binnen. Mama, schat. Dat was een oh ja, er staan al gewichtjes. Dit is een nieuwe deze. Kijk, straks ook nog nieuw deze. Die wordt ook nieuw gedaan. Ja, dat is wel een groot ding, hè? En dit krijg je misschien niet, want die is helemaal vet eronderin. En dan heb je al jouw zin onder. Ik ben hier onderin. Jij de vis. Vind je dat mooi? Ja, zo overtuigd. Charlietje. Die voetjes. Ik kan niet meer die kopen meer. Tante Pleunie. Die is op, hè? En dan even is ook fijn voor de zon. Oh ja, ideaal. Want hier staat de zon nog hierop, of weet je dat niet? Ja. Oh ja, nou dat is goed.
Nou, nou heeft hij het ontdekt hoor. Nou, dat was leuk om eindelijk gezien te hebben. Want ze had al wel een keertje aan mij natuurlijk foto's en een filmpje laten zien. Maar ze is zo trots. Mijn zusje zei trouwens ook dat ze het leuk zou vinden om een keer, want er is best wel vaak al gevraagd van, kun je iemand meer vertellen over jouw zusje en de beperking en hoe jullie met elkaar omgaan en hoe het is samen en zo. En mijn zusje zou het best wel leuk vinden om daarover te vertellen. En dan ook meteen om, als straks het appartementje helemaal af is, om het echt te laten zien. Dus ik denk dat we daar een extra video ook wel over kunnen maken. Ik ga via onze Instagram pagina aan jullie vragen. Of jullie vragen hebben, dan kunnen we die ook beantwoorden. Dus mocht je dat nog niet, mocht je ons nog niet volgen, dan is het wel handig om daar, als je vragen hebt, eventjes te volgen, zodat je die kunt stellen. En ik zag laatst ook dat je op YouTube ook dingen kunt, echt vragen kunt stellen en zo, maar dat heb ik nog niet helemaal ontdekt. Dus als ik weet hoe dat moet, dan zal ik dat ook nog wel doen. Dan is het vandaag tijd om pannenkoeken te eten, hebben we bedacht. En ik had al een tijdje geleden, volgens mij vorige week of zo, heb ik deze gekocht. Banaan spinazie. Ik heb geen idee of dit lekker is. En ik moet zeggen dat ik ooit eerder wel eens het in zo'n ding heb gekocht waar je dan alleen maar melk of water in hoeft toe te voegen. Dit is water. En dan kreeg ik het gewoon niet goed gemengd. En dan heb ik echt keihard zitten schudden. Dus ik weet niet of dat daar een trucje voor is. Dat het beter, misschien even nu loskloppen, dat het niet vast zit aan de bodem en zo al. Maar dit is dus met zo'n tuutje, dan kun je er ook leuke vormen van maken. Maar ik kan niks bijzonders. Maar keer de fles om en schud een tik, mix goed los van de bodem. Gedaan. 240 ml tot de witte lijn. Oké. Nou, het kan aan mij liggen. Het zal aan mij liggen, maar ik zie geen witte lijn. Dat gaat al mis, hè? Tot aan de witte lijn. Ik zie geen witte lijn. Misschien gewoon 270 ml doen dan wat erop staat. Shake baby! Het wordt ook echt zo'n... Je ziet hier die spinazie erin zitten. Helemaal groenig. Zit dat erin? Nou ja, stukjes. Lekker man. Zou dat lekker zijn? Huh? Ja, ik heb er ook een hard hoofd in, dus we hebben expres nog een extra pannenkoekenmix meegenomen. Anders dan is het ook zo balen. Stevig! Zie je, nou blijft het dus ook alweer hier aan de bodem zitten. Ik krijg daar niet los op. Je moet ook echt stevig! Er gebeurt niks! Kun jij dat doen, schat? Ja. Ja, het is gelukt. Ik heb nou net zo met mijn vinger die onderkant een beetje ingedrukt. Toen kwam hij los. Jee, het komt goed. Wil je hem nog schudden? Ja. Is hij goed? Ja. Oké. Dat was wel heel erg. Ik zeg, wil je hem nog schudden? Ja. Zo, hij is goed. Nee, is niet nodig. Komt hij weer aan, hoor. Je wil altijd graag meehelpen, hè? Maar dat vind ik, we gaan hier niet bij de pan, schat, want dat vind ik wel gevaarlijk. Hij is nou nog niet aan. Maar je kunt hier met dit kun je niet meehelpen. Je hebt al goed geholpen met... Er zit nou ook in jouw haar. Ik knip net een stukje van die dop hier eraf en toen vloog echt alles in de lucht. Nee, dat is echt gevaarlijk, want het is heel heet en dat mag niet. Je mag hem dadelijk wel opeten, dat mag wel. Ja, het vloog hem. Wow, daar ook helemaal tegen de muur aan. Ja, hoe kan dat? Wow. Ja, ik weet niet, ik knipte een stukje hier ervan af en toen vloog het. Oh, daar vloog het. Er zat druk op, denk ik. Komt ie, hè? Ja. Wat voor vorm wil je? Hartje? Of een cirkel? Ik zou een cirkel doen. Cirkel of een hartje? Dat is te laat. Dadelijk kun je een hartje krijgen, maar nu wordt het even een cirkel. Toch even op het laatste moment nog van gedachten veranderen. Nou, hij gaat hier een beetje in de punt, dus dan wordt het een beetje een hartje. Heet je Thijs?
Ja, ik heb het ook altijd dat ik niet weet welke pizza dat ik wil nemen tussen twee twijfel en dat ik dan gewoon op het laatste moment pas... Er zit een beetje te veel boter in, dat is altijd bij de eerste. Dat ik dan zeg van ik wil die en op het moment dat ik dan ga bestellen dat ik toch die andere aanklik. Nee. Weet je wel? Of aan de telefoon dan toch iets anders zeg. Wow, heb je hem al gedraaid? Nee, wat gaan we nou doen? Want hij gaat best hard voor mij. Ja. Wow, yo. Pannenkoek. Lekker, lekker. Ja, daar moet ik blijken in, maar. Misschien vindt hij hem wel heel lekker. Ik zeg dat je het niet mag aanraken, hè? Dus ook die pan niet, want ik vind het gevaarlijk. Ja, dan plakt hij mee vast. Dat moeten we niet hebben. Het is best lekker. Ja, we deden heel, kijk uit voor je hand. We deden heel even een testertje. We deden een beetje veel boter, dus we gaan nou weer eentje maken met minder boter. Voor jou. Is serieus lekker, mensen. Ik raad hem nu al aan. Vind je niet? Ja, dat is wel echt raar, man. Lekker, hè? Ja! Ik vind hem echt heel lekker zelfs. Ja, 3 tot 5 keer ermee maken, dus we moeten sowieso bijmaken. Oké. Okay. Ik moet ook lekker pannenkoekje maken. Ja. Ben je hem ook aan het maken? Ja. Nou, hij is zo klaar om op te eten, denk ik. Ja, goed zo. Pak maar. Lekker, hè? Ja. En? Lekker? Ja. Nou, kijk hoe fantastisch hartje. Zie je dat? Het is echt een hartje, hè? Hartje nog heet? Nee, het hartje is nog heet, ja. Wauw, dit is een pijnlijk badje. Leuk hoor. Ja, mag niet met badje. Ja, mag je ook niet lang, hè? Want Charlie, die kan makkelijk eigenlijk nog helemaal niet zitten. Maar het is wel redelijk ver onder water, maar het is nog steeds te veel zwaartekracht, denk ik hoor. Het is wel echt leuk, hè, samen. Als Charlie straks ietsje groter is, dat hij zelf kan zitten, dan kunnen jullie elke dag samen in bad spelen met alle speeltjes. Dat is wel leuk, hè? Dat kan jij ook samen. Ja, dan kan Charlie er ook bij. Dat kan wij ook bij. Ja. Mama, zij mag maar wat. Zij, Je natuurlijk niet te kijken naar Jimmy, dat is zo schattig. Wow. Ja. Lekker samen douchen. Het is al lang geleden, hè? Oh. Wat doet papa nou? Even afspoelen, wou ik. Doe ja, zeg maar voelen. Voel je dan? Het is lekker warm.